Welkom bij Harry de Ferryman. 10 weken geleden ben ik begonnen met handschoenen testen en de helm van HBM. Nou, ik heb er 10 weken mee gewerkt. Met deze handschoenen heb ik echt veel gelast. Die heb ik heel veel gebruikt. Zit er fijn. Ik ben met Mark ook die 6G-pijp aan het lasten geweest aan het oefenen. Daar zijn ze heel fijn mee, omdat ik met mijn arm leun op die pijp. En deze zijn zo lang. Ik heb mijn eigen, die zijn wat korter. En dan heb je alleen de overal ertussen zitten op de pijp. En dat wordt snel heet. Bij deze had ik daar gelast van. Pasvorm, ja, deze handschoenen, dat wordt steeds beter na vanaf deze langer hebt. Ze zitten gewoon fijn, elektroden lassen, mag lassen. Doen ze het zo. Voor dichte lassen zijn ze veel te stug. Maar goed, daar hebben we ook die andere handschoenen voor. Daar zijn er deze. Zijn lekker soepel. Zijn dunner, beschermen je dus ook niet zo goed voor de hitte. Maar voldoende om dicht te lassen. Ja, ze zijn niet meer zo magerlijk wit als dat ze waren. Ik heb ze ook echt alleen gebruikt voor dicht te lassen, want anders dan zien ze er meteen uit. En, ja, meteen niet meer uit, zo moet je het eigenlijk zeggen. Maar pasvorm goed. Ook hierbij geldt, ja, het is leer. Dus het gaat naar je handen staan. Ze gaan steeds beter zitten. Fijne handschoenen. Dus daar valt niks aparts van te zeggen. De helm. Een helm voor een paar tientjes. Ik heb normaal een helm op. Waar is hij? Daarachteraan de Lascar. Die is duurder. Die kostte, ik meen toen de tijd, 180 of 190 euro. En dit is een helm van een paar tientjes. Hoe doet je het? Hij doet het eigenlijk best goed. Het enigste waar ik erin mis, maar dat ligt meer aan mij als aan de helm. Waar ik erin mis is dat ik mijn leesgedeelte. Ik heb zo'n apart glaasje dat ik in die andere helmen kan ik die wel inschuiven. Dan heb ik geen leesbril. Ik heb een leesbril nodig, maar dan heb ik hem niet nodig. Omdat het leesgedeelte in die helm zit. Als ik met deze las, moet ik een apart leesbrilletje opzetten. En die vergeet ik nog wel eens. Dan lig je of op kantoor of in de auto of net wat. En dan vat ik toch die weldkaart, omdat daar de leesgedeelte was. Oh ja, daar zit erin. Dus dan pak ik die snel. Maar wat ik hiermee gelast heb, gaat goed. Wat fijn is, is dat die knop aan de buitenkant zit. Je kunt hem heel snel op slijpen zetten. En weer aan. Ik las meestal heel laag, 9 of 10, de glaasjes. Dus gebeurt wel eens een keertje naar 11 toe, maar ik heb hem vrij laag staan. En dat ligt aan de gevoeligheid van je ogen. En zo staat je op slijpen. Dat gaat snel. Dan hoef je niet te wisselen. Allemaal, ja, 10 weken gebruikt. Hij zit goed. Dus hij blijft goed zitten bij mij. Ik vind de rateltjes die hierin zitten. Het ratelmechanisme vind ik net iets te zwaar. Maar draai ik hem los. Dan valt hij weer dicht. Maar goed, je moet je eigenlijk ook voorstellen, een paar tientjes kost hij maar. Ja, het is onbegrijpelijk dat ze het kunnen maken. Nou, het spatschermpje houdt zijn eigen ook goed. Heb ik nog niet vervangen. Ik heb er wel verschillende glaasjes bij, maar dat heb ik nog niet hoeven te vervangen. Ik ben er niet zuinig op, dus hij valt nog wel eens en zo. En, ja. Hij is er niet echt beschadigd, dus... De schaal die is ook wel goed. Dat moet eigenlijk wel kunnen. En voor de verdere rest kan ik hier vrij weinig over vertellen. Het doet wat het doen moet. Je krijgt geen lasogen. Het zicht is voor mij gewoon goed. Dus wat ik zie als hij verdonkert en op welke stand dat hij staat. Ik kan gewoon goed zien waar ik las. Ik weet, er zijn dure helmen. Kun je het veel beter zien. Zie je de kleuren veel beter, zie je alles veel beter. Maar ja, dan heb je het over een helm, die heb je niet voor 1000 euro. Maar dit voor de hobby, 100 punten. Handschoenen ook, gewoon fijne handschoenen. Niks over te zeggen. Ik heb de filmpje gemaakt omdat ik zei, ja, ik heb toen gezegd, na 10 weken kom ik een keer op terug. Hoe dat het bevalt, dat is nu dus geweest.
Bevalt goed. Kort filmpje. Als je vragen hebt, rustig stellen hieronder. Als je het filmpje leuk vindt, duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigenlijk ook abonneren. En als je een belletje aan klikt, word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En net zoals we hier in Brabant zeggen. Houdoe.